Hotse flots. Kapot. Wegwezen. En koning Goomba zegt... Nee. Heel het fort gaat naar de Klo-Klo. Nou, nu staat hij naar boven. Ja, dit wordt een brug, hè. Ja, dit was vroeger een brug. Kijk. Lekker, man. Yo, Nintendo fans. Welkom bij alweer de vierde aflevering van Paper Mario. Hallo. Heb jij ook nog wat te zeggen vandaag, Piet? Nee, ik ben ziek. Anyway, je hebt in de vorige afleveringen kunnen zien dat het kasteel weg is gevlogen. En we gaan eens even kijken wat er dan van over is hier zo. Want hier stond het kasteel. En ja, het ziet eruit als een behoorlijke krater. Ik heb een krater. Nee, Piet, jij hebt een kater. Daar komt die hoofdpijn vandaan. Toad zegt, ik kan niet geloven dat het kasteel is weggevlogen. Ik weet dat Luigi is ontsnapt en misschien nog een paar anderen, maar iedereen is meegenomen. Waarom staat hier een blauwe Toadvlag? Die is een beetje sus. Hier hebben we het fonteintje. Nou, waar gaan wij nou naartoe, joh? Oh, wij gaan deze kant op. Blijkbaar kunnen wij hier naartoe. En wat is hier? Dit was een tuin. Daar is ook niet zo heel veel meer van over. Dit was ooit een mooie tuin. Met mooie bloemetjes. Kan ik die bloemetjes slaan? Ja, dat kan wel, maar er gebeurt alleen niks. Wow! Wat was dat voor vallende ster? Wow, nog meer! Wow, ik wil die hebben. Oké, laat ik even lezen wat er op het bordje is. Oh, hier rechts is de vergadering van de Shooting Stars. Oh, maar daar moesten wij naartoe. En als we iets bijzonders zoeken, dan moeten we naar Merluville's Place. En dat is hier onderlangs. Blijkbaar is hier denk ik een winkeltje of zo. Is hier achter ook nog iets? Altijd eerst even erachter kijken. Misschien is er nog iets verstopt. Misschien ligt er ook wel iets hier achter dit huisje. Nee, daar kan ik niet naartoe. Dan gaan we gewoon hier naar binnen. Hallo? Hallo mevrouw. Oh my, hallo daar Mario. Dit is de plek waar je toekomst wordt voorspeld. Ik weet niet of ik dat wil. Ik vind hier wel een kist. Oh, maar die kist is leeg. Mijn naam is Merluvli. Ik kan de toekomst voorspellen. Nou, lees maar voor joh. Oh, daar moet ik ook echt money voor betalen. Laat hij dan bijvoorbeeld zien waar ik een star piece kan vinden. Waaah, zeg Merluvli. Twinkle, twinkle, little star. Pang, poi, wahaha. Oh, Meesterster, vervul mijn ogen met wat ik zoek. Oké. Oh, dit is vrij spannend. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Het ziet er wel uit alsof er iets gebeurt in ieder geval. Het is geen volledige scam, denk ik. Eens even kijken hoor. Ik zie een stukje van een ster. Je gaat niet naar boven als je naar de Shooting Star Summit gaat. Nee, je gaat links. En dan zie je een stukje op de grond liggen. Oké, nice. Ik ben ook wel benieuwd of jij nog hier iets verstopt in jouw toren. Oh, wie is dit? Ik ben Merlo van de Shooting Star Summit. Ik verzamel sterrenstukjes. Oh, en daar krijgen we dan badges voor. Oké, let's go. Ik heb 1 sterrenstukje. Als we deze kopen verandert de sound effect als we iemand aanvallen. Wat heb ik daaraan? De meer damage dat ik pak, meer coins die ik krijg. Oké. We moeten echt even gaan sparen, want voor heel veel sterrenstukjes krijg je echt goede badges. Bijvoorbeeld dat je elke beurt 1 HP terugkrijgt. Of dat je 2 keer zoveel muntjes krijgt aan het einde van je battle. Yo, ik ga sparen. Die dingen ga ik echt sparen. Lekker. Die gaan we voorlopig nog niet uitgeven. Oké, dus we gaan nu naar de Shooting Star Summit. Maar voordat we de trap op gaan, moeten we dus naar links. Dit is de trap. Oké, nou ga ik eerst naar rechts. Eerst even heel eigenwijs hier kijken. Bedoelen ze... Nee, ik kan hier niet langs. Kijk, hier is een sterrenstukje. Ziet er echt uit als een revive van Pokémon. Ik heb er nu 2 te pakken volgens mij. En dan gaan we nu naar de vergadering, jongen. Naar alle machtige sterren hier zo. Die ons gaan helpen in dit avontuur, denk ik. En als je dit nog steeds tof vindt, jongens, knal die duimpjes omhoog, hè. Laat het mij weten. Plaats even een leuke reactie. Bijvoorbeeld, wie vind jij toffer? Bobby uit Paper Mario The Origami King? Of misschien Goombario, die nu achter mij loopt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vind ze allebei wel leuk, maar ja, Bobby heeft wel een speciaal plekje in mijn hart. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, jongens, want dan krijg je bijna iedere dag Nintendo-video's op YouTube. We zijn inmiddels gearriveerd. En de ster met snor zegt, welkom Mario. We waren al op jou aan het wachten. Daar is de rest ook. Wij zijn de 7 geesten van de sterren. Wij hebben de taak om wensen uit te laten komen van de goede mensen in Star Haven. En dat is een plek heel hoog in de lucht. We gaan je iets vertellen. Iets heel belangrijks. Luister goed. Op een dag kwamen Bowser en zijn volgers naar het vreedzame Star Haven. Daar hebben ze onze sterrenstaf gestolen. En die hadden we al vanaf het begin van alle tijden. De sterrenstaf. Die is superkrachtig en die kan elke wens laten uitkomen. En Bowser wenst continu van alles. Zoals dat hij Mario kan verslaan en dat Princess Peach Bowser leuk gaat vinden. Maar wij negeren zelfzuchtige wensen.
Daar gaan wij niet op in. Die wensen zijn nooit uitgekomen. Maar die stomme Bowser, die kwam erachter dat wij zijn wensen negeren. En toen heeft hij dus die sterrenstaf gestolen. Hij is nu een beetje blij omdat hij jou heeft verslagen en de prinses heeft gevangen genomen. Maar heel snel zal hij waarschijnlijk voor meer gaan wensen. En dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. En ja, het is onze taak om die sterrenstaf dus veilig te houden. We moeten die sterrenstaf terugkrijgen van Bowser. En daar moeten wij dus bij helpen. Maar nu is Mario nog niet sterk genoeg, zegt deze ster. Want hij heeft zichzelf onverslaanbaar gemaakt. Maar als de 7 sterren spirits, de 7 sterrengeesten, dus deze sterretjes weer terug zijn in Starhaven, dan geven ze Mario de kracht om tegen Bowser te vechten. Nu hebben ze amper nog kracht om met mij te praten. Het lijkt erop alsof ze bij ons zijn, maar het is een illusie. Ze gebruiken al hun kracht om met mij te praten van een hele grote afstand. Maar ze zijn gevangen genomen door Bowser's volgers. Overal verspreid in het Mushroom Kingdom. En wij moeten nu dus deze 7 sterren gaan redden. Dat is onze taak. Wij zijn de enige hoop, Goombario. Dan gaan we nu even naar Bowser's kasteel. Waarschijnlijk krijgen we nu Princess Peach te zien. Ja, ze is super ongelukkig. Ze huilt ook een beetje. En ze snot het een beetje. En ze denkt aan Mario. Ze vindt het allemaal zielig. Iedereen is gevangen genomen, zegt Peach. Het Mushroom Kingdom zal vernietigd worden als we niks doen. Er moet wel iets gedaan worden. We moeten er iets aan doen. Als iemand mij kon helpen. Oh. Oh, hallo? Oh, oh, Bowser. Nee, ik dacht dat er hulp kwam, maar het is Bowser. Mijn Bowser die lacht eruit. Ah, Princess Peach, hoe gaat het met jou vandaag? En oma Kamek die zegt dat het geen zin heeft om te wachten op Mario dit keer. We zijn zo hoog in de lucht. Mario kan hier nooit komen. Ik heb de sterrenstaf. Niemand in het Mushroom Kingdom kan mij verslaan. Bowser die zegt, als jij iets wil, prinses, dan moet je het gewoon aan mij vragen. Ik kan nu wensen laten uitkomen. Maar ik laat alleen wensen uitkomen die ik zelf leuk vind. Misschien kan Princess Peach even een slimme list gaan verzinnen of zo. Dat zou wel lachen zijn. Misschien kan Princess Peach ook een rol van betekenis gaan spelen op die manier. Ze zegt, oh, als iemand me toch kon helpen. Oh, er gebeurt wat. Wat gebeurt er? Hé, hey, het is een klein sterretje. Die klopt even op het raampie, op de deurtjes. Hallo. Hallo, Princess Peach. Aangenaam om je te ontmoeten. Mijn naam is Twink. En Princess Peach vraagt, maar jij bent een sterrenkind, toch? Hoe ben je hier gekomen? Nou, dit sterrenkind is uit Starhaven gekomen om... Oh? Een wens uit te laten komen. Princess Peach vraagt dus, kom je omdat ik dat net heb gewenst dan dat iemand mij kwam helpen? En ja hoor, die wens is gewoon uitgekomen. Super nice. En de wens van Peach is nu om naar Bowser te gaan en die sterrenstaf gewoon af te pakken. Oh nee, oh, hij kijkt verdrietig. Het is een verdrietig sterretje. Maar dat kan deze kleine ster nog niet. Had wel makkelijk geweest, dan hadden we hem nu al gewoon uitgespeeld. Misschien dat een eervolle grote sterspirit uit de sterrenheven dat wel kan doen. Maar deze kleine ster kan dat nog niet. Peach vraagt, kan je me dan meenemen ergens naartoe? Iedereen in mijn kasteel is gevangen genomen. En ik moet ze allemaal redden. Oh nee, dit sterrenkind, dat kan eigenlijk nog niet zoveel. Hij is nog maar 1 dag oud. Nou, Twink, ik weet zeker dat je ook nuttig kan zijn. En Peach vraagt, kan je Mario misschien vinden? Want ik wil dat je dit aan hem geeft. Oh, wat? Oh, een sterrenketting. Het is een geluksster, blijkbaar. Oh, nice. Ja, Twink gaat nu naar de Mushroom Kingdom. Dan gaat hij mij die geluksster geven. Lekker bezig, Peach. Oh, Peach heeft nog een vraag. Of Twink aan Mario kan vertellen... dat het goed gaat met Peach. Nou, dat komt hij ook even doen. Top. Peach staat op het balkon en die vraagt... Mario, waar ben je nou? Deze Peach is best wel verliefd op Mario, volgens mij. Oh, we zijn hier. Ja. Maar nu... Ik denk dat we zo Twink dan tegen gaan komen, toch? Twinky, Winky. Dipsy. Yo. Daar is hij. Hij zegt, sorry. Ja, je viel precies op mijn bakkes, jongen. Lekker. Ik heb heel veel haast, zegt Twink. Oh, jij bent Mario, toch of niet? Princess Peach heeft mij gevraagd om iets naar jou te brengen. Hier, de geluksster. Nice. Ik ben benieuwd wat ik daarmee kan. Daarmee kunnen we nu de action command doen. Nou, Twink gaat even uitleggen. Daarvoor hebben we ook Goombario nodig. Heeft met gevechten te maken. Bijvoorbeeld als wij Goombario gaan aanvallen. Oh, en als we dan net voor hem landen, dan doen we denk ik dubbel damage of zo. Ja, dan raken we inderdaad 2 keer. Ja, dat ken ik uit Paper Mario The Origami King. Oh, dit is wel nice, man. Eigenlijk zijn we dan gewoon 2 keer zo sterk. En we kunnen ook op die manier dus aanvallen afweren. Nice! Oh! Oh, dit is super handig. Je kan het ook voor de hamer gebruiken. Dan moeten we de controle naar links houden.
En als die op maximum power zit, dan moeten we hem loslaten. Ah, en dan doen we dus ook meer damage. Oh, dit is super nice. Nou, dankjewel, Peach en Twink. Dit zal echt super veel helpen. Oh, iemand schreeuwt. Die zegt, daar ben je. Oh, wat? Hé, maar dat is niet die oma. Wat een stom sterrenkind. Ik wist dat als ik jou zou volgen, dat ik Mario zou vinden. Als ik Mario nu versla, dan word ik heel beroemd. Dat ga ik aan Cammy Koopa vertellen, hè. En dan krijg ik een salarisverhoging. Oh, jij komt me nu aanvallen. Oké, vriendje. Maar ik heb net dingen geleerd, hè. Dus ik weet niet. Hoppakee, nice, lekker. Val lekker van je bezempie. Kom aan, Goombario. Lekker, raak hem ook 2 keer. Helemaal top. Oké, Mario krijgt wel een harde klap nu. Ik ga jou verslaan, vriend. Hoppakee. Lekker, dikke doei, mazzel. 15 sterrenpuntjes. En Twink die denkt dat wij echt op een dag Bowser wel kunnen gaan verslaan. En nu gaat hij terug naar Princess Peach. Oké, is goed. Doe er de groeten. Breng een pizza mee voor haar of zo. Vindt ze vast lekker. Nee, geen pizza. Nee, je gaat gewoon zo. Oh, je komt weer terug. Oh, om nog het berichtje voor te lezen dat het goed gaat met Peach. Oké, doei Twinkie Winkie. Later, doei. Oké, daar gaan we weer, jongens. Back to business, zegt Goombario. Dus even kijken waar we nu naartoe moeten gaan, hoor. Doei Toad. Ik ga de wereld redden. Ik zorg dat het kasteel terugkomt. Daar is een andere Toad die zegt... Oh, Mario, Merlon, die zocht je. En Merlon woont in het huis met een beetje rondspinnend dak. We moeten naar zijn huis. Is goed. Let's go. Eerst even slapen. Ik heb net een heel zwaar gevecht gehad, toch? Oké. Oh, daar woont Merlon. Oh, maar daar ben ik al geweest, joh. Hier zo, in dit huis. Oh, hij is niet thuis? Ik moest naar zijn huis komen, maar hij is niet thuis. Oh. Hij is... Wat? Wat doe jij hier? Ik heb jou net gesproken. Oh, hij wachtte ook al op ons. Oké, we moeten naar binnen. Wat een gezellige bedoeling. Oh, ben ik hier nog niet geweest? Hij heeft opnieuw in de sterren gekeken. Ik weet niet wat hij allemaal zegt. Hij praat echt in raadsels. Al die puntjes. Ik heb geen idee waar hij naartoe wil met zijn verhaal. Ik ben... Mario is ook in slaap gevallen. Goed verhaal, jongen. Oké, hij heeft net uitgelegd waarom hij mij wil helpen. Maar als we verdwaald raken in een avontuur, dan kunnen we naar hem toe komen. En dan kan hij zeggen welke kant we op moeten. En als tip geeft hij nu om naar het fort van de Koopa Bros te gaan. Dankjewel, maat. Ja, ik had al zo'n vermoeden. En dan moeten we hiervoor langs. En dan moeten we langs deze grappies, denk ik. Gasten, ik moet er langs, jongen. Deze boze Koopas die zeggen, ja, dat moet je niet doen. Dat is een grote fout als je daar naartoe gaat. Niet gaan. Wel. Laat me er langs. Hij zegt dat we Merlon niet om hulp moeten gaan vragen. Nou, dat gaan we dan precies wel doen. Merlon, dude, die gasten laten me er niet langs. Hij zegt, dat klopt niet dat zij de weg aan het blokkeren zijn. Dat kan niet, daar hebben we nog nooit van gehoord. Ik ga dit uitzoeken, volg mij. Ik ga je even vertellen wat er aan de hand is. Kijk, daar loopt hij. In de volgende aflevering gaan we kijken waarom die Toads daar zo stom doen. Die Toads vertrouw ik niet. Ik heb nog nooit zulke boze Toads gezien. Als je dat wil zien, knal het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, zodat je helemaal niks mist. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!